Dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel. Lekker weet je zo. Ja. Ja. Het is niet anders. Hij gaat gelukkig door zondag. Laten we daarop houden. Daar ben je blij mee? Kan ik me zo voorstellen inderdaad? Ja, je bent 7 weken ergens naartoe aan het werken. En op het moment dat het dan afgelast wordt en dan, wat jij zegt, dan weer wel, dan weer niet. Ja, we zijn heel erg blij dat we zondag mogen beginnen. Ja, in hoeverre heeft het jou en je groep gestoord deze week, al die berichtgeving rondom die politiestaking? Nou, ik moet zeggen, van de spelers heb ik niet heel veel gehoord. Alleen ja, die weken worden anders. Hè? Wanneer ga je hard trainen? Wanneer geef je een dagje vrij? Wanneer? Ja, dus de planning is weg. We zouden eigenlijk vanochtend trainen, maar dan werd er weer vanmiddag. Ja, dan wordt er gisteravond wordt er weer bekendgemaakt. Dus ja, goed. We zijn blij dat we weten waar we aan toe zijn. Ja, jij hoeft die sores niet in je hoofd te hebben natuurlijk. Waar ben je er een beetje mee bezig van als het allemaal goed gaat zondag? Of gaat het voor jou vooral wat hier tussen de lijnen gebeurt? Ja, dat is mijn hoofdtaak. Daar hou ik me mee bezig. Maar ik heb ook geen enkele aanleiding of idee dat het fout zou kunnen gaan. Sterker nog, het wordt een mooi feest. Dan over tussen de lijnen gaan we het hebben. Is jouw groep er klaar voor, denk je? Nou, ik denk dat nog niemand er echt 100% klaar voor is. Ik heb vandaag een stukje gelezen van de trainer van Eindhoven, Mitchell van der Graag. Die zei van ja, op 31 augustus dan is iedereen er pas helemaal klaar voor. Ik denk dat dat ook zo is. En ook dat is een regel die misschien niet helemaal de juiste is. Maar het is zo, dus we moeten ook mee dealen. En 31 augustus weten we precies hoe alle elftallen ervoor staan. Maar we moeten en we mogen zondag voetballen. Dus het is aan ons om alles aan gelegen, met wie we dan ook spelen, om het maximale resultaat te halen. Want, dat proef ik wel uit jouw woorden, er gaat nog wat gebeuren de komende weken. Of misschien zelfs wel, er moet nogal wat gebeuren de komende weken. Ja, ja, maar goed, die hebben we waarschijnlijk toch niet. Dus daar ga ik ook niet over praten. Ik praat alleen maar over de jongens die erbij zijn en niet, die je niet hebt. Altijd over de gezonden praten, niet over de gewonden. De jongens die gaan spelen zijn er klaar voor. En we gaan er een prima wedstrijd van maken, hopelijk. Wat wil je er nog bij hebben? Nou ja, goed. Wij willen er zeker nog wel wat bij hebben, maar nogmaals, dat doen we achter de schermen. Dat heeft niet zo heel veel zin om voor de camera dat allemaal te gaan roepen. Nou, als ik het een beetje jou lees overal, op alle sites, dan ja. Is vooral de voorhoede waar er nogal wat mag gebeuren natuurlijk. Ja, goed, volgens mij hoef je niet een wiskundegeleerde voor te zijn hoe ons elftal eruit ziet. Dus, Punt. Ja. Ja. Nogmaals, we gaan lekker zo trainen en zondag moeten we spelen. En dat heeft geen zin om te praten over jongens die er niet bij of misschien bij komen. Geen enkele zin. Ja goed, vorig jaar had je beide petten op aan trainer en technisch directeur. Nu is het gescheiden. Heb je er nu vertrouwen in dat het allemaal op korte termijn hier binnen druppelt, de nieuwe spelers? Ja, want dat was vorig jaar ook op het eind. En toen was dat onder mijn leiding en nu is dat onder de leiding van Carlos, die ik gelukkig mag assisteren daarin. Ik heb er vertrouwen in dat er absoluut nog wel wat gaat gebeuren. Maar nogmaals, zondag moeten we het doen met de spelers die we hebben. En daar hebben wij alle vertrouwen in. Is het ook met Nicky Kuiper, deze hele voorbereiding hier bij jullie geweest bij de groep? Ben je daar tevreden over? En vervolgvraag, wat wil je met hem? Ja, nou, we zijn heel erg tevreden over de persoon, over de mens Nicky Kuiper. Geweldige gozer om in je groep te hebben. Ervaring, power, kracht, snelheid ook. Ja, en hij is nu langzamerhand wedstrijdfit aan het worden. En ja, ik denk op het moment dat hij zo doorgaat, dat het gewoon een zeer bruikbare speler is. Dus eventjes even aankijken en dan een beslissing over hem nemen. Ja, die zal deze week op sportief vlak zal die wel vallen. Ja, dan heb je volgens mij nog met andere vlakken te maken. Hè? Maar gelukkig ga ik daar niet meer over. Over Vitesse, wedstrijd is komende zondag. Vorig jaar tegengespeeld, was 2 keer heel erg lastig. Ja. Hoe heb je het nu beeld van die ploeg? Ja, we gaan vanavond even kijken in Arnhem. Hè. Spelen ze tegen Southampton, zoals je weet. Ja, goed voetballend elftal. Peter Bos laat zijn elftal altijd aanvallend voetbal spelen. Op een bepaalde manier die heel herkenbaar is. Met heel veel kwaliteit, met heel veel jeugdigheid, snelheid. Ja, is gewoon weer een prima elftal. Al die gasten die van Chelsea komen, die ze gehaald hebben, dat zijn prima spelers. Ook die hebben wij gezien vorig jaar allemaal. Ja, ik ben benieuwd hoe ver zij zijn. En ze zullen misschien wat verder zijn, omdat ze al 2 zware wedstrijden hebben gespeeld. Maar het belooft denk ik een hele open wedstrijd weer te worden. Dat was vorig jaar. Toen waren ze een maatje te groot. Laten we hopen dat we nu iets meer weerstand kunnen bieden. Nou, het afsluiten met de vraag die iedereen stelt, zou ik ook zo onorigineel zijn. Doelstelling, wat is je doelstelling van dit seizoen? De doelstelling is om aanstaande zondag 3 punten te pakken. Dat is de doelstelling. Voor de hele wedstrijd, dat heb ik net ook gezegd. 31 augustus kun je precies zien hoe alle elftallen eruit zien. Wie er weggaan, wie ze nog hebben. Ja, dan kun je daarover praten. Maar
vooralsnog lijkt dat gewoon handhaving te zijn. Dat is denk ik een prima doelstelling. Mooi pleidooi van jou. Doe eens wat aan die transfer deadline. Probeer hem eens naar voren te halen. Nee, goed, dat is een regel, daar hebben we mee te maken. Dus die gaat Jurgen Streppel volgens mij niet veranderen. Kan een poging wagen, toch? Ja, nee, weinig zin.